Goedemorgen guys, welkom op mijn YouTube kanaal of welkom terug. Voor als je nieuw bent en mij nog niet kent. Ik ben Oksana en ik maak content over fitness en voeding. En ik heb weer naar jullie geluisterd, want ik zag een reactie voorbij komen met dat ik weer eens een persoonlijke video moet maken. Dus bij deze, ik ben net wakker geworden. Met mijn dochter. Jullie horen haar op de achtergrond. En ja. Ik ga dus vandaag weer een dagje in mijn leven vloggen. En ik ga jullie meenemen vandaag. Ik heb een leuk idee. Fit by Rox. Fit by Rox. Fit by Rox. Fit. Fit by Rox. Fit by Rox. Sandalen? Ja. Nee, want het is weer een beetje koud vandaag, denk ik. Oh, waarom? Ik wil ook sandalen aan. Als het mooier weer is, kunnen we weer sandalen aan. Nou, in de ochtend zijn dus de basic dingetjes. Mijn dochter aankleden, douchen, tandenpoetsen aankleden, sporttas inpakken. You know the drill. En vervolgens ben ik mijn ontbijt gaan maken. En als ontbijt heb ik een proteïne shake gemaakt. Maar meer een smoothie-achtige proteïne shake. Ik heb hem wel eens eerder in video's laten zien. Dus het is niet nieuw, mocht je me langer volgen. Wacht, dus korte samenvatting. Ik kom net aan in de sportschool en ik moet letterlijk met ongeveer een half uur PT geven. Totdat ik Sir tegenkwam. Hij heeft mij gewoon vanuit dit raampje gespot op de parkeerplaats. En nu heeft hij mij weer overgehaald om met hem te trainen. Dus ja, we gaan even doodgaan in een half uur. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer than it would to be your man. I'd fight a thousand guys, live to die a thousand lives. Oh, oh, I'd find another way to make me smarter, just so I could. Korte samenvatting, ik zou dus personal training geven aan mijn klant hier in de Basic Fit. Maar kan gebeuren, ze is maar vergeten. Dus ja, ik heb even gewoon een half uurtje gezeten en bijgekomen van mijn mini trainingje met Eusje. Mini training was fucking zwaar. Oké, fucking teringherrie op de achtergrond.
ik ga in ieder geval nu even kort mee naar binnen trainen. Want ik heb eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel veel zin. En daarna eten en dan zie ik het wel weer. Kijk dit, wat de fuck is dit? Bad hair day. Oh my god, het ziet er niet uit. Even kijken of... Als je mij deze foto zo laat zien, zou ik nooit weten dat zij het is. Ja, dat is die... Klopt. Ik zou gewoon de hele tijd naar die foto kunnen kijken en nooit weten dat zij het is. Oké, ik ben klaar met trainen. Ik heb echt geen shit gefilmd. Ik heb net even gegeten. Heb ik ook niet gefilmd. Echt top bezig. Maar ja. Ik ga nu even kijken wat ik met mijn leven ga doen. Ik ben dus klaar met trainen. Training geven ging dus niet door. Dus ik ben zelf gaan trainen. Het was niet, hoe moet ik het noemen? Niet een van mijn beste trainingen. Maar ja, beter iets dan niet, zeggen we altijd. Nu even mijn proteïne shake aan het drinken. Want die had ik niet meegenomen. Want het stond niet echt op mijn planning om te gaan trainen. Ik ben nu naar Amsterdamse Poort gereden. Ik ga daar even de Decathlon checken. Ik heb volgens mij niet eens echt iets nodig. Maar ja, tijd te veel vandaag. Aangezien die training dus niet doorging. Dus ja, ik neem jullie mee. En dan daarna mijn dochtertje ophalen. Naar huis. Koken. En dan daarna weer training geven. Of nou ja, weer wel training geven. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Okay, guys, ik ging dus net naar Decathlon. Daar was inderdaad niks, zoals ik al had voorspeld. Het is nog steeds heel vroeg en het zou gaan regenen, maar het is nog heel mooi weer. Dus ik ben naar het park gereden en ik ga nu even een rondje lopen in het park. Ik heb mijn earpods niet bij me, alleen deze verschrikkelijk sexy maxi koptelefoon. Dus ja, ik ga nu lopen met deze belachelijke koptelefoon op. Tijdens het lopen kwam ik dus gewoon konijntjes tegen. Maar het leken niet op wilde konijnen. Kijk,
Het lijkt gewoon alsof iemand, zeg maar, zijn huisdier daar heeft achtergelaten. Dus ik dacht, ik ga hem pakken en ik neem een nieuw konijn mee naar huis. Oeh, er is er nog één. Oké, we gaan op konijnenvangmissie. Ik wil een konijn mee naar huis. Ik ga kijken of ze naar me toe komen. Maar ik denk het niet. Kijk hem hier. Oh, hij sprong weg. Konijntjes. Oh, ik zie ze niet meer. Waar zijn ze nou? Oh, ga ik hier echt in om een konijn te zoeken? Oh, nee. Ik heb hem gevonden, maar deze gaat niet met mij mee naar huis. Oké, we gaan verder wandelen. Een soort tamme duif of zo ook hier. Hoi vriendin! Hey. Hoe was je dag? Goed. Wil je wat zeggen tegen je fans? Ja. Wat dan? Ja, wat wil je zeggen dan? Oh, dat schermpje moet omhoog. Ja. Oké, zeg dan. Ik heb een nieuw hond. En waar gaan we heen? Naar? Mijn nieuw bed. Huis! Eenmaal thuis aangekomen ging ik even wat eten maken, want ik had echt mega honger. Ik had dus als, ja, eigenlijk niet eens lunch, maar nog een soort van tussendoortje voor het avondeten. Had ik een wrap met sla, een volkoren wrap trouwens, en tomaatjes en komkommer en falafel erop. Super gezond en lekker als tussendoortje. Oké, ik heb net gekookt en ik heb eiermee met woksaus en wokgroenten en garnalen gemaakt. Dus dat ga ik nu even eten. Oh my god. Oké, ik ben net klaar met PT geven. Zoals jullie kunnen zien aan dit was het een lange dag. Het is nu, even kijken hoe laat het is. Het is bijna 9:15. En het enige wat ik nog ga doen is douchen, tv kijken en slapen. Dus, vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Oh, ik val bijna om. Laat me in de comments weten wat jij wilt zien als mijn volgende video. Want zoals jullie zien lees ik al jullie comments. En ja, neem ik dat ook gewoon op. En ja, dat was het. Ik ben klaar met deze dag. Ik zie je bij mijn volgende video. Bye!